De oude Wieringers, die, het gevoel van, kijk, we wonen nog steeds op Wieringen. We wonen niet in Wieringen, we wonen op Wieringen. Dus dat geeft toch een beetje aan dat we nog een eilanders zijn, om het zo maar te zeggen. 100 jaar geleden werd de Zuiderzeewet van kracht, die het land moest beschermen tegen storm en overstroming. Het bracht ons de Afsnerdijk, maar zorgde er ook voor dat Wieringen aan het vasteland kwam te liggen. Wij staan hier op de Houkes. En de Houkes, dat was vroeger het punt waar de mensen, als ze van het vasteland afkwamen, Wieringen bezochten. Dit was eigenlijk hier vanaf, hier ging de postboot. Noem het maar de navelstreng van Wieringen naar het vasteland. Waren die Wieringers een beetje blij met die Zuiderzeewet? Het werd van hogerhand, werd het natuurlijk allemaal bepaald. En ja, zoveel had je er natuurlijk ook niet over te zeggen. En een Wieringer die heeft toch wel een beetje een eigenschap van, nou ja, het zal wel goed komen of we zien wel hoe het komt. Sinds 1924 ligt Wieringen dan echt vast aan de rest van Noord-Holland. Via de weg is nu alles goed bereikbaar. Je probeert wel eens te denken van hoe zou het geweest zijn als de Wieringen nog steeds een eiland was geweest. Als je het nou zo vergelijkt met Texel of zo, dat je zegt dat alle toeristen hier naartoe zouden komen. Hier is zat te zien, heel interessante plekken. Hier hebben mensen geleefd, hè. Hier zijn vikingschatten gevonden bij wijze van spreken. Dat is gewoon een eenvoudig voorbeeld. Maar ik denk dat het toch goed is dat we toch geen eiland meer zijn. Maar we voelen ons nog wel eilandbewoners.